Mooi fort. Maar Erik. Jo, ben je agent op Schiermonnikoog. Hoe is dat? Ja, dat is compleet anders eigenlijk als aan de wal. Het is hier een heel ander soort publiek. Mensen komen hier op vakantie, mensen zijn vriendelijk en vrolijk. Het werk is ook wat anders aan de wal. Dat houdt niet in dat we geen bekeuring schrijven, wat dan ook. Maar ja, gewoon niet vergelijkbaar met de wal. En wat kom je hier nou eigenlijk zien, wat je eigenlijk op een festival dan net zo? Ja, aan de vaste wal is het eigenlijk drukker. Wat we hier veel meemaken is in het hoogseizoen en in de weekenden toch wel horecaoverlast van jeugd. En dat kunnen toeristen zijn, maar het kunnen ook eilanders zijn. Daar zijn we af en toe druk mee. En verder, er komen hier vrij veel gepensioneerden op e-bikes. Dus we hebben nog wel eens een onwelwording op e-bike als men niet genoeg gegeten of gedronken heeft. Of zelfs aanrijdingen met e-bikes. Dat gebeurt er ook wel. Ja, heel af en toe wat vandalisme, maar dat is vergeleken bij de wal is dat ook niet heel. Maar op vakantie, wat zeg je zelf? Ek naar skier? Kijk, ik ken het hier onderhand, maar misschien nog een keer met de vrouwen. Hier is een lang weekend of een midweekje, dat is wat mij betreft prima. Maar dat zou ik ook met de vrouw moeten overleggen.